Sinterklaas, ga maar zitten. We hebben een klein cadeautje. Je hoeft niet bang te zijn. Ga maar zitten, Sinterklaas. Ja, even. We hebben een bloemetje voor je gekocht. Wat zie jij er prachtig uit, zeg. Wat zie jij er schitterend uit. En zijn die bloemen voor mij? Ja. Wat, mag ik ze nu al even aannemen? Ja. Mag ik ze dan meteen even neerleggen? Want ik wil het jou eventjes op schoot nemen. Ja, geef maar aan mij, Sinterklaas. Ja, maar ze zijn van mij. Ja, maar ja. Kom jij eens even bij Sinterklaas op schoot. Prinsesje van. Prachtig uit. Wat schitterend. Dankjewel. Zo. En hoe heet jij dan wel? Ik heet Isis. Isis? Ja. Meneer Paul, ik krijg een beetje last van een opgeblazen gevoel. Denk u Sinterklaas. 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 Het is... Sinterklaas, dat kan ik niet maken. U bent toch kindervriend voor alle kinderen? Ja. Maar het, het zegt... als ze Karin heten of... Maar Sinterklaas, ik begin ook bijna van te huilen. Omdat kinderen die Isis hebben, hebben het al heel moeilijk. En daarom vraag ik ook of iedereen vanaf nu gewoon niet meer Isis wil zeggen, maar gewoon Is. Want het is gewoon vervelend voor kinderen. Isis heet, die ook niet, kunnen er ook niks aan doen. Ga zitten. Isis, het kan me niet schelen. Ik ga je gewoon een lekkere dikke pakkert geven. Op je Isis komen. Ga maar snel naar mama toe, want ik ben bang, hè.